insecten worden na oogsten aan DSP bezorgd. De insecten worden vervolgens afgedood door snel in te vriezen of door te blancheren. De gedode insecten kunnen rechtstreeks verwerkt worden in toepassingen, zoals bijvoorbeeld diervoeder. Maar bij DSP worden de insecten meestal verwerkt tot de macronutriëntfracties, vetten, eiwitten en chitine. Dit kan op laboschaal gebeuren, maar ook op grotere schaal is mogelijk. Er wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe producten waar deze fracties in worden verwerkt, zoals bijvoorbeeld cosmetica, voeding, veevoeder, technische producten. De eerste stap in de verwerking van de insecten is het drogen van de insecten. Drogen kan zowel in de droogstoof op 65 graden Celsius als in de vriesdroger. Na het drogen worden de insecten vermalen om zo een homogene grondstof te bekomen. Hieruit worden eerst de vetten geëxtraheerd met een geschikt solvent zoals hexaan of ethylacetaat. Op kleine schaal gebeurt dit door extracties via socletopstellingen of het oproeren in kolven. Extracties kunnen echter ook op kilogramschaal worden uitgevoerd in grote reactoren die tot 50 liter kunnen gaan. Het vet- en solventmengsel wordt via een filter gescheiden van de eiwitten en chitine. Het solvent kan door vacuümdestillatie afgedampt en gerecupereerd worden, waarna ruwe vetten worden verkregen. De eiwitten kunnen van de chitine worden gescheiden door een aantal zuur-base-, oplos- en neerslagstappen te doorlopen. De drie bekomen fracties, vetten, chitine en eiwitten, kunnen verdere opzuiveringsstappen ondergaan en verschillende analytische technieken kunnen gebruikt worden om de fracties te karakteriseren. De microalgen worden geoogst en gecentrifugeerd tot een algenpasta en worden aan de DSP-afdeling bezorgd voor verdere verwerking. Het verwerken en analyseren van microalgen is veel complexer dan van insecten. De samenstelling van microalgen hangt af van de algensoort en de kweekcondities. Dit vereist een specifieke aanpak voor verdere verwerking. Microalgen worden veelal ook gekweekt in functie van een specifieke, hoogwaardige component dat de soort bevat. De eerste stap in de verwerking is het drogen van de algenpastas. Microalgen worden meestal in de vriesdroger gedroogd, omdat het een milder proces is en de kwaliteit van de hoogwaardige componenten beter bewaard blijft. Na het drogen kunnen microalgen als geheel verder verwerkt worden in toepassingen, of kunnen ze in verschillende fracties en componenten gescheiden worden. Nutriëntanalyses worden uitgevoerd om de samenstelling van de microalgen te bepalen en zo de invloed van het kweekproces te onderzoeken. Microalgen met een rigide celwand worden eerst opengebroken om de inhoudstoffen te analyseren of om specifieke componenten uit de microalgen op te zuiveren. Voor het scheiden en opzuiveren van de inhoudstoffen is het de uitdaging om een goede balans te vinden tussen een goed rendement, kwaliteit en een economisch valabel proces. Naast het verwerken van de insecten en microalgen tot verschillende fracties en hoogwaardige bestanddelen, worden bij DSP chemische en fysische analyses uitgevoerd. Tijdens een kweekproef worden zowel de voedingsmedia als de bekomen biomassa en het restproduct onderzocht. De substraten en voedingsmedia waarin de insecten en algen worden gekweekt, worden geanalyseerd om te kunnen opvolgen of de organismen voldoende voedingsstoffen ter beschikking hebben en wat ze juist verbruiken. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de kwekers, zodat zij het voedingsschema kunnen bijsturen. Na afloop van een kweekproef worden inhoudstoffen van insecten en algen bepaald om het kweekproces te optimaliseren en om zo de opbrengst van de inhoudstoffen te maximaliseren voor toepassingen in nieuwe producten. Ook het restsubstraat van de insecten, of FRAS, wordt geanalyseerd om na te gaan of die fractie gevaloriseerd kan worden, bijvoorbeeld als een bodemverbeteraar. Microalgen en insecten en hun afgeleide producten hebben tal van toepassingen. Bij Radius werd veel onderzoek verricht naar het gebruik van insectenvetten voor cosmetische toepassingen. Zo kunnen vetten uit de sprinkhaan en krekels gebruikt worden in toepassingen zoals handcrème. En kunnen vetten van de zwarte soldaatvlieg gebruikt worden om surfactanten te maken die in douchegels verwerkt kunnen worden.